Wij hebben 4 dagen op diverse locaties in Weert de Peutervierdaagse gedaan. En dat houdt in dat we met heel veel groepen peuters een kilometer hebben gewandeld iedere dag. Door de wijk, direct rondom de opvanglocatie waar ze zitten. Ja, kinderen vonden het hartstikke leuk om te wandelen. We hebben onderweg allemaal nijntjes opgehangen. Die moesten ze gaan zoeken. Dus we maken het extra leuk om zo'n wandeling te maken. En ze doen het met elkaar en ze doen het met hartstikke veel plezier. Ik heb mee mogen lopen bij de Peutervierdaagse. Ja, dat was heel leuk. We hebben een mooi rondje gemaakt hier op Graswinkel. Samen met de peuters, met Humankind hier op Graswinkel. Ja, super leuk. Kinderen bewegen van nature al heel veel. En dat moeten we blijven stimuleren. En door nu elke dag 15 minuten te gaan wandelen, proberen we ze een goed voorbeeld te geven. En proberen we ze te laten wennen aan vooral heel veel plezier te krijgen in het bewegen. Ja, de wethouder houdt wel van sporten. Soms zit je daar een beetje te weinig tijd voor inderdaad. Maar ik probeer inderdaad wel veel te bewegen. Op de fiets te komen bijvoorbeeld, ja, dat is ook al bewegen. In de pauze even een rondje wandelen. En ik kan dat iedereen aanraden van jong tot oud, zeg maar, om dat te blijven doen. En na afloop mag ik iedere peuter een hele mooie medaille geven, zeg maar, voor hetgeen wat ze bereikt hebben. Ze hebben echt 4 dagen lang hebben ze een rondje gemaakt hier in de wijk. Nou, en ik hoop dat we daarmee stimuleren, zeg maar, dat de jongeren al meteen veel bewegen, zeg maar, en veel sporten. En dat ze dat op latere leeftijd ook voortzetten. We hebben het wel mooi feestelijk kunnen afsluiten. Alle kinderen verdienen een medaille en vervolgens krijgen ze ook nog een diploma. Want ja, ze hebben toch wel een prestatie geleverd, vinden wij. Ja, die hebben het zeker verdiend. Die hebben prima meegelopen, moet ik zeggen. Dus absoluut. Ja.